Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. En vandaag heb ik een gesprek met Kilton Amoxie. He is all about empowerment en hij gaat ons daar alles over vertellen. What we need is a little Q-Time. Hi Kilton. Hi Jelena. Hoe gaat het met jou? Prima. Nee. En waarom gaat het prima dan, zo kort om de wacht? Nou, I'm glad to be alive. We kijken niet naar de zaken die niet zo goed gaan. But we are thankful for life, grateful for life. And that's what we wel hebben. So I'm alive and well. My feet, my hands are working. I'm happy. Nee. Ja, gelijk heb je. Oké. Empowerment. Empowerment is schijnbaar gewoon jouw ding. Nou. Nee? Ja. Wat? Ja. Oh. Nou, let me know. Ja, het is goed om het uit te leggen. We hebben een brokapje money. Doe dan. Kom, ik heb hier eens mijn centen bij. Hij geeft je dollars. In het Saramaka zouden ze zeggen bakadala. Dat is die grote dollar. Maar empowering people. I love to empower people. It's not just to give you a fish. Mm-hmm. Maar die hengel in je hand plaatsen geeft mij een goed gevoel. Just to tell you that you're beautiful. En dat je heel veel potentie in je hebt. Dat je making in alibi. It sparks me up. And I know it sparks you up also. En als je iets positiefs hoort over jezelf. Dan it energizes you. En dat is mijn vak. Dat is mijn werk. En hoe ben je op dit punt gekomen om het tot je werk te maken? Dus ben je gewoon enig opgestaan en heb je gezegd van, hey, nee. Empowerment, other people, nee. We gaan dat doen. Nee, omdat ik zelf door het proces heen ben gegaan. Mm-hmm. I also needed it. Mm-hmm. En ik heb ooit eens in een programma, weet je, wanneer je opgroeit, heb je altijd dromen. Je hebt plannen, je hebt dingen die je wilt gaan doen. Maar als je soms kijkt naar de omstandigheden, je omgeving, dan wilt het je vaak ontmoedigen. Omdat je de tools niet hebt. Je hebt soms ook de financiën niet om je dromen waar te maken. En soms niet eens iemand in de omgeving om je te zeggen dat datgene wat jij voelt, waarover jij droomt, dat het wel kan. En omdat ik het niet had, het heeft een heel poos geduurd, alvorens ik iemand heb ontmoet die mij dat begon te zeggen. Ik heb een coach ontmoet in een programma van een grote organisatie hier in Suriname. En die begon met mij te praten. En het heeft me heel veel geholpen. Het heeft me die zelfverzekerdheid gegeven. En ik heb het niet alleen voor mezelf gehouden. Ik weet wat het voor mij heeft betekend. En I'm just, eigenlijk, men zegt, wanneer je een kaars aanmaakt. Of wanneer er één kaars aan is. Dan appressie, hij verlicht maar niet echt. Je verliest helemaal niets. Om andere kaarsen aan te maken. Je verspreidt juist veel meer licht. So what I know and what I have, I'm just lighting up other people. Yeah. Oh, that's so beautiful. Je hebt er je vak van gemaakt. Want ik heb een beetje over je gelezen. Dus je bent. Dus los van dat je de super empowerment guy bent. Ben je zeg maar ook gewoon een hele goede MC. Want ik wil het gewoon geloven. Want ik hoor hoe je praat. Ik kijk naar je articulatie. Mm-hmm. Je ogen. They light up when you're telling the story. Maar je doet ook gewoon nog heel veel andere dingen. Want je geeft ook trainingen. Je doet ook sessies. Je doet zelfs iets. Ik las crime prevention. Yeah. Maar ik heb ook gehoord dat je zeg maar in de gevangenissen gaat. Zal ik het goede nieuws of the word of empowerment aan de inmates te geven? Hoe is dat allemaal voor jou? Kijk, ieder, as long as you're breathing, zolang je ademt, is er iets daar binnen in jou dat kostbaar is. Every human has that. En het kan zijn dat je iemand ontmoet, dat je de verkeerde mensen ontmoet. Let's say bad energy around you, die jou uiteindelijk de verkeerde pad op kan helpen. Maar helpen? Het hulp dat iemand jou aanbiedt, kan positief zijn, maar kan ook negatief zijn. Toch? Uiteindelijk, I push you go somewhere. Maar we gaan naar de gevangenissen, ja. We gaan naar de scholen. We gaan everywhere, overal, waar er mensen zijn, zijn we. De jongens in de gevangenissen,
Ano alaf schrift meka keus voor dit appel. Het is een verkeerde keus dat zij hebben gemaakt. Laten we het zo plaatsen. Maar ze verdienen ook een kans. Ze verdienen ook hoop. Ze verdienen het ook om te horen dat er ook een andere pad is. And I'm not afraid to go there. I'm not afraid to tell them. Ze moeten tenminste die optie hebben. Tenminste die optie. Want misschien zijn ze opgegroeid met de opties die zij hadden, waren alleen maar negatieve opties. Mm. Waardoor ze eigenlijk niet veel keus hadden. En dan kwam dat eigenlijk, ik wil je niet onderbreken, mm-hmm. maar dit is dan weer een goed voorbeeld van de hulp. Helemaal. Dus er is wel hulp geboden misschien, maar dat is gewoon niet in hun positief voordeel. Helemaal. Ja, men zegt, ledigheid is des duivels oorkussen. Mm-hmm. En als je niets hebt om te doen, als je niet weet wat je kan doen, dan zijn er wel anderen die je wat gaan wijzen om te doen. En mm-hmm. soms komt het je niet goed uit. Mm-hmm. Soms werkt het negatief. Maar we're here. Mm-hmm. Amoxie Empowerment Agency is mm-hmm. here. Just to help you, to give you better options. En dan ligt het helemaal aan jou als persoon om dan een goede keuze te maken. Maar die optie, we willen tenminste die optie hebben. Mm-hmm. De jongens in de gevangenis hebben die optie nodig. De jongens op de scholen, de drop-outs, de tienermoeders, everyone. You may make a bad mistake, mm-hmm. maar als je optie hebt en die grabbing, altijd die kan komen mooi varen. Dat is helemaal waar. Het is zo mooi om te zien, zeg maar, een jonge Surinamer te zien die first and foremost zegt, er is gewoon nog steeds een kans. Regardless of what is happening, mm-hmm. of maakt niet uit welke situatie je bent. At the end of the day, is dat nog dat lichtje. Always. Dat je anderen wil aanmaken. Dat is zo nice. So, Amoxie Empowerment Agency is er. Als iemand nu kijkt en denkt van, hey, ik heb ook gewoon een groep mensen die ik wat empowerment zou willen bieden. En ik zou heel graag contact met je willen maken, dat je langskomt of dat wij langskomen bij jou. Hoe zouden ze je kunnen bereiken? Nou, we hebben een Facebookpagina mm-hmm. en de contactgegevens staan er. Je zou een chatbericht kunnen sturen. Je zou ook kunnen mailen, zoals ik al heb aangegeven. De contactgegevens staan er als je ons even opzoekt. En ook op mijn persoonlijke account kan je me bereiken. Maar we are ready and good to go. We hebben al samengewerkt met verschillende organisaties. Dus stichtingen, projecten gedaan voor de overheid. En we keep growing. Mm-hmm. Yeah. Nice. Oké, en de empowerment is niet gelimiteerd. Want ik hoor je zeggen, jongeren drop-out, jongens in de gevangenis, jongeren op school, wat tienermoeders. Is dat een bepaald segment waarop je wil focussen? Of kan ik ook gewoon zeggen, ik heb een paar, laat me een groep voor je bedenken, een paar tantes die mm-hmm. Thuis zitten en niets hebben om te doen. En het een beetje saai vinden. Is dat ook een doelgroep voor jou? We zullen 100% iets voor ze vinden om die energie op te krikken. Eigenlijk wat wij doen is jou gewoon overtuigen van hetgeen dat jij in je hebt. Je hebt al iets. Je hebt iets bijzonders. Soms heb je het niet ontdekt. Soms heb je het nog niet ontdekt. En bij andere mensen heb je dat mensen ze zoveel negatiefs hebben gezegd dat ze helemaal niet meer in zichzelf geloven. Wat wij doen, als je Amoxie Empowerment Agency voor je zou krijgen, we are just going to help you to reveal that special thing that you have inside of you. Dus het maakt eigenlijk voor ons niet zoveel uit wat voor doelgroep het is. Je hebt iets daar in je. En in zo'n sessie, when we talk to you, wanneer we zo bezig zijn, komt dat wel uiteindelijk naar boven. Het is meer, je hebt trainingen en je hebt ook facilitator sessies. Bij het faciliteren, als ik bijvoorbeeld in mijn rol ben als facilitator, ben ik dan geen trainer. De trainer legt alleen maar uit en je moet gewoon luisteren en het meenemen. Maar wanneer ik bezig ben te faciliteren, dan helpen we gewoon het proces. Dat wat jij in je hebt uiteindelijk naar buiten brengen. Dus tantes, you are most welcome. Nee, jullie hebben het gehoord. Er is gewoon voor iedereen wel, jullie hebben gewoon voor iedereen gewoon iets of een sessie op maat. Ja. So that is very nice. Je hebt je business ervan gemaakt. Je hebt je kracht in jezelf ontdekt. Mm-hmm. Je spreidt de gift die je hebt gehad. Because you keep on giving. Wat ligt nog meer in het verschiet voor Amoxie Empowerment Agency? Nou, we zijn nu van het jaar 2024. Mijn lijfspreuk is namo namo. En namo namo means eigenlijk in het Sranatonga is het nomo nomo. Mm-hmm. Het maakt niet uit hoe of wat, maar we gaan wel aankomen daar waar we moeten aankomen. If we can't go by bus, dan gaan we af en toe.
Maar we gaan roeien met de riemen die we hebben. En van het jaar gaan we dus dan... we gaan een naamsverandering doen. Het wordt uiteindelijk Namo Namo Empowerment Agency. Mm-hmm. Dan zit die motivatievlak daar in de naam. Mm-hmm. En we gaan het ook uitbreiden. We willen onze vleugels uitslaan uiteindelijk naar Frans Guyana. Dan gaan we want to take it global. Not just for the people here. Maar onze online presence willen we dus dan veel sterker maken. En we willen internationaal gaan. Als we kunnen kijken naar een Miles Monroe. Als we kunnen kijken naar die grote mannen daarbuiten die als motivators zijn. Dan kan een Surinamer dat ook. Kunnen Surinamers dat ook. En er zijn voldoende mensen met potentie hier die dat kunnen. Ik ben niet de enige die traint of die faciliteert. Maar we kijken ook uit naar andere jongeren, andere Surinamers die het ook in zich hebben. En we willen ze die podium geven om hun ding te doen. Nou, ik heb er gewoon niets aan toe te voegen. Je hebt alles gewoon gezegd. Ik ben heel blij dat er mensen zoals jou hier rondlopen die het gewoon willen doen. En dat het ook gewoon echt in ze zit. En ik hoop dat je het nog heel lang mag doen. Dat je heel veel harten mag raken. Heel veel lichtjes mag aanmaken. Super veel mensen naar jou gaan zoeken. Omdat er gewoon iemand is die het gewoon voor anderen wil doen. En daar voldoening uit haalt. Thank you. Thank you very much. Graag gedaan. Ja. Ik wil bedanken voor het komen. En ik ben benieuwd om te zien wat je nog meer gaat doen in de toekomst. Salut. Gracias. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Gilton Amoxie bij ons in de studio. Hij is van Amoxie Empowerment Agency. En hij is gewoon de empowerment guy van Suriname op dit moment. Hij heeft voor iedereen wat. Dus als jij je een beetje down voelt. Of als jij een groep mensen kent die wat inspiratie, wat empowerment, wat een setje in de rug nodig hebben. Dan is Amoxie Empowerment Agency de plek waar jij moet zijn. Ze hebben hun eigen Facebookpagina. Daar staat alle info. Hij heeft me gezegd, ik mag het niet specificeren. Ga je naar die pagina. Daar staat alles. Maak je afspraak. Stuur een berichtje. En ik kan voor het eerst nu met zekerheid zeggen, get empowered. Because he's the guy for it. Sorry. Nogmaals bedankt voor het kijken. And remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.